Joep, ken jij een goede advocaat? Ja, Tom, maar die heeft geen tijd natuurlijk. Een zaak? Je hebt een zaak voor me? Ja. Dat wordt mijn eerste zaak, toch weer naar de kliniek. Kliniek? Ik zat met een stuk glas in mijn arm te krassen. Jezus, Tom, ik wist het niet. De halve wereld is manisch, Pieter. Ja, achteraf zie ik het aankomen. Maar die zaak? Ik heb een probleem. De gemeente wil alles terug en ik geef het niet terug. Omdat het van mij is. Het is van mij. Eens kijken wat ik kan doen. Geef mij de adressenlijst van die collega en stuur ik die verklaring aan ze op. Ik moet de namen van de ambtenaren boven je. Oh, nou, dat klinkt toch wel flink onsmakelijk, zeg. Het is allemaal anders geloopt. Alles loopt voortdurend anders. Vergeef het je nooit. Volgens Tom heb ik alles op fout gedaan. Wat goed dat je de mond had om weg te gaan. Heb jij een vriendin? Ja. Papa is weggegaan. Waarom? Omdat papa is weggegaan. Daarom. Ik denk echt dat ik hem haat, man. Ben ik een nare man geworden? Ja. Ja. Maar Maarten is toch een veel grotere klootzak dan ik. Waka. Ze is echt goed. Wie? Paula. Dus mijn dochter speelt toneel bij jou? Mag ik me gaan laten spoelen? Maarten, staat mijn dochter inhoudelijk in haar blote reet? Je zit toch niet aan, hè? Met die vieze regiehanden van je. Niet te stoppen. Oh, is het kind van je vriend, Maarten. Ik heb wel het idee dat ik, sinds jullie hier samenwonen, de lul ben. Kloaka. Wij zitten in een soort van vicieuze cirkel van negativiteit. Ik trek hem terug. Het ging goed. Ik denk niet dat ik dit veel meemaak. Ah! Luister, Joep. We zijn klootzakken, maar we hebben gezegd dat het voor hem zou regenen. Kloaka. Kloaka.